ontspannend. Onder een boom staan en naar boven kijken en eindelijk de zon zien. Dat werkt al ontspannend op ons zenuwstelsel. Maar hoe doe je dat nu? Dat hele systeem tot rust aanmanen en niet in de fight or flight schieten. Een paar leuke oefeningen die helpen. And they all fly away. Leave the stress to yesterday. Nee, dit is niet Martien wil zangeres worden. Integendeel, dit is gewoon Martien zingt luid op mee met een van haar favoriete nummers. Dat kan je doen als je naar Ment kijkt en dat gaat meteen je zenuwstelsel kalmeren. Tip 2, een hele leuke, vooral voor jullie om nu te zien hoe ik dat doe, maar doe dat gewoon in alle privacy thuis. En dat is schudden. Letterlijk je lichaam schudden gaat het ontladen van stress. En niet zomaar een beetje schudden, hè, maar echt alles schud. Doe desnoods je sport BH aan voor de dames, maar schud. Nog een hele goeie om te ontladen van stress en spanning in je lijf is tekeer gaan op een kussen of een boksbal als je die thuis hebt hangen. En dus echt alles eruit laten komen. Ook misschien de boosheid, de frustratie, de colère. Eentje die sowieso goed werkt en waarvan je spontaan oxytocine gaat aanmaken, tevredenheidshormoon, dat is knuffel je huisdier. Ja, mijn kleine pukkie. Ja. Ja. Waar een mens van ontspant, dat is alles opspannen en dan ontspannen. Dus wat doe je eigenlijk? Je spant echt alles op. Van je gezicht tot je billen, tot je voeten, alles in. En dan... Dus je ademt in. En dan is er nog deze die er misschien een beetje raar uitziet. Neem een paar ijsblokjes. Leg die in je handen. En focus je op je ademhaling. Adem langer uit dan in. Het is koud. Zo ga je geheid uit je hoofd en in je systeem.